Dag Robin, goeie ochtend. Ze hebben iets getekend blijkbaar. Ze hebben iets getekend blijkbaar. Ja, dat is in ieder geval een feit. Alleen dat we op dit moment nog niet weten wat ze precies getekend hebben. Oei. Daar zou binnen dit en een paar uur een persconferentie over gegeven worden, waarbij vermoed ik de concrete tekst van het document dat ze ondertekend hebben zal worden vrijgegeven. Mm-hmm. Maar daar zit natuurlijk iedereen met argusogen naar te kijken. Het is klaar en duidelijk dat beide leiders, zowel Kim Jong-un als de Amerikaanse president Donald Trump, goed overeenkwamen en blij zijn met hetgeen ze samen bereikt hebben. Alleen is en blijft de vraag, ja, wat staat er op papier? Hoe concreet is dat? Ja, gaat het over een vredesverdrag of gaat het over kernontwapening? We weten het niet. Nee. Het zal wel geen compromis voor een appartementje zijn, dat zal het wel niet zijn. Maar het is wel opmerkelijk dat dit toch gebeurd is. Als je dat een paar maanden geleden had gezegd, met al die dreigende taal en die vuile tweets in beide richtingen. Dit had toch eigenlijk bijna niemand verwacht dat er ooit zou van komen. Het is toch het minste wat je kan zeggen, is het wel een pluim op de hoed van beide heren, hè? Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Ja, absoluut. Ik was zelf recent nog in Noord-Korea en daar was op dat moment, en dan spreek ik over een maand geleden, eigenlijk helemaal nog niets geweten over een mogelijk contact met de Amerikaanse president. Dat was gewoon voor het Noord-Koreaanse volk in het algemeen ondenkbaar. Dus er zijn gigantische stappen gezet wat dat betreft. Alleen dat het natuurlijk gaat over wat beide heren overeengekomen zijn. En daar laten ze ons op dit moment toch nog even op wachten. Oké. Okay. Goed, als er nieuws zou zijn, als er een persconferentie of zo, dan horen we het van jou waarschijnlijk wel in de loop van de ochtend of de loop van de dag. Ja, dat is snel gegaan, vind ik, zeg. Ja, het is snel gegaan. Hoe lang geleden hebben die een handje met elkaar geschud? Een paar uur geleden zeker, hè. En hup, normaal duurt zoiets 100 jaar, bij wijze van spreken. Die teksten zou al klaar gelegen hebben, Anke. Dat was al aangewerkt op voorhand, hoor. Het is niet als een vlug de typemachine hebben bovengehaald. Eigenlijk zijn het een beetje zo cagefighters, een beetje show verkopen. Ja. Oh. Robin, we gaan je laten, want je moet vlug weer naar het VTM-nieuws, hè. Er is zometeen weer extra nieuws op VTM, dus we gaan je laten gaan. Go, go, go. Wel fijn dat we een F aan de lijn konden krijgen daar in Singapore. Show all the way.